Woensdagavond was er in Bergharen een bewonersavond voor inwoners uit de gemeente Wijchen. Wijchen gaat een nieuw beleid maken voor duurzame energie, waarbij er meerdere windturbines geplaatst zullen worden in de gemeente. Inwoners van Bergharen zijn hier niet blij mee en zijn bang veel overlast te zullen ervaren. We zijn niet helemaal gelukkig met de windturbines op deze plaats, omdat ze mega groot zijn, heel erg hoog en heel groot impact geven in de buurt en de omgeving. Dus wij willen ze eigenlijk liever niet voor onze rust en voor onze gemoed. Bewoners geven aan te willen weten wat er speelt, maar wel kritisch te blijven kijken. Het is wel een voorgeprogrammeerd programma met briefjes en zo, dus ik weet niet hoe sturend het is. We zijn lid van de werkgroep Energierijk Zuid in Wijchen Zuid. Om de energietransitie te ondersteunen voor de bewoners. En we willen gewoon weten wat er speelt in de gemeente. Dus ik hoop in ieder geval dat ik hier genoeg wat kennis op kan doen waar ik wat mee kan. Toch voelt niet iedereen zich serieus genomen door de gemeente. Eén bewoner gaf aan dat de vorige ervaringen met de inbreng van burgers niet erg positief was. Uiteindelijk zijn het procedures die beslissen en niet inhoudelijke argumenten. En die proberen we wel naar voren te brengen. Het heeft geen zin, hè? Er is geen sprake van inspraak, alleen maar van het verstrekken van mededelingen. En de uitslag is al bekend. Dat is dat de gemeente Wijchen denkt dat er binnen de gemeentegrenzen windmolens moeten komen. Lijkt mij dat de gemeente Wijchen dermate dicht bevolkt en dicht bebouwd is, dat er helemaal geen windmolens kunnen staan. Dus ik zou zeggen, laten we eerst eens even gaan kijken, kunnen er überhaupt windmolens komen? En mijn voorspelbare antwoord is, dat zal niet kunnen als je rekening houdt met de inwoners van Wijchen. Ja, vanuit het MER-onderzoek, milieueffectrapportage, zeg maar een onafhankelijk milieuonderzoek, zijn er een aantal plekken in Wijchen gevonden waar mogelijk windenergie kan landen. En wij willen daar zelf een oordeel over vellen. En daar willen we onze inwoners voor raadplegen. Iedere gemeente moet zijn verantwoordelijkheid nemen. In de regio Arnhem-Nijmegen is er dus een onafhankelijk milieuonderzoek gedaan. Elke gemeente is daarbij bekeken. En in Wijchen kwamen er een aantal plekken uit. Dus moet ik voor Wijchen kijken. En ik weet dat Druten kijkt voor Druten en Heumen kijkt voor Heumen. En Beuningen had al goed gekeken. Dus ja, zo werkt het. Ik denk dat er toch wel een jaartje of 5, 6 inmiddels over gesproken wordt. Weer serieus over gesproken wordt in de gemeente Wijchen. Er zijn ook nog niet meer dan plannen of voornemens om hier windmolens neer te zetten. Nou, de plan is dat er nu een A50 wordt gepland. En de A50, dat is eigenlijk die kant bij Herne-Niftrik. Daar willen ze 5, 6 turbines plaatsen van 270, 280 meter hoog. En dat is mega groot.